wat een gesodemieter. Ik krijg maar 15 liter, ik krijg maar 15 liter. Maar dadelijk met het carnaval ben ik van 15 liter. Zo dronken als een gieter, ja dan heb ik genoeg. Oh, zijn toestand op het ogenblik met die olie. Er is geen olie meer te krijgen. Ze zijn er alle mogelijke manieren aan voorzien om olie te winnen. Ze hebben een pas hebben ze een heel nieuw systeem ontwikkeld om aan olie te komen. Olifanten uitpersen. Ja, mensen gaan gekke dingen doen, mensen gaan hamsteren. Er is geen plastic vuilniszak meer te krijgen. Toiletpapier ook niet meer. Mijn buurman die kwam van de week thuis met 24 rollen toiletpapier. Ik zei, ben je aan het hamsteren? Hij zei, nee, ik heb ze laten stomen. Yay! De oliekraan is dicht gedaan, wat een gesloten meter. Ik krijg maar 15 liter. Nou, we moeten op het ogenblik allemaal maar 100 rijden, hè? 100? Nou, ik vind het persoonlijk een stuk prettiger. Vroeger mocht je maar met 50 door de stad, nou, hou je er met 100 erin. Ja, niet iedereen houdt zich daar aan. Mijn zus houdt zich er helemaal niet aan. Ze zeggen, ik rij geen 100 meer, ik zeg, waarom niet? Een ander doet het er ook. Ze zeggen, ja, maar ik ben op de fiets. Ik ben bij de week ben ik alweer te fietsen met mijn zus op de tandem. Ik heb zo'n tandem, zo'n dubbele fiets. Zijn we naar de Hondsrug geweest, dat is ook een klim, zeg, ik heb me gek getrapt. Ik was eindelijk boven, ik zeg tegen mijn zus van een steile berg, hè? Ze zeggen, ja, dat vond ik ook. Ik ben maar al die tijd op de rem gestaan, anders waren we vast achteruit gegleden. De oliekraan is dicht gedaan, wat een gesloten meter. Ik krijg maar 15 liter, ik krijg maar 15 liter. Maar dadelijk met de carnaval ben ik van 15 liter. Zo dronken als een gieter, ja dan heb ik genoeg. Ja, dan zeggen de mensen, als je iets voor je beroep nodig hebt, dan kun je extra bonnen krijgen. Nou, dat is ook niet waar. Mijn oma, die is zondags rijden, die krijgt niks. Mijn broer, die hebben nou iets op gevonden om toch een volle tank te kunnen krijgen. Zeg, wat heb je dan gedaan? Hij zegt, ik heb er een kleinere tank onder laten gooien. Maar ja, je kent tegenwoordig, kun je net zo goed met de bronnen gaan als met de auto. Die rij je net zo hard. Ik sta van de week straks bij de benzinepomp. Naast me staat een bronnen, we rijden alle twee tegelijk weg. Ik rijd 40, hij rijdt ook 40. Ik rijd 60, hij rijdt ook 60. Ik rijd 80, hij rijdt ook 80. Ik rijd 100, hij rijdt ook 100. Ik doe mijn raampje open, ik zeg tegen die vent, ik zeg, hoe is het mogelijk dat een brommer net zo hard kan rijden als een auto? Hij zegt, ja, dat moet wel, mijn jas zit bij jou tussen de deur. De oliekraan is dicht gedaan, wat een gesloten meter. Ik krijg maar 15 liter, ik krijg maar 15 liter. Maar dadelijk met het carnaval ben ik van 15 liter. Zo dronken als een gieter, ja dan heb ik genoeg. De oliekraan is dicht gedaan, wat een gesloten meter. Ik krijg maar 15 liter, ik krijg maar 15 liter. Maar dadelijk met de carnaval ben ik van 15 liter. Zo dronken als een gieter, ja dan heb ik genoeg. De oliekraan is dicht gedaan, wat een gesloten meter. Ik krijg maar 15 liter, ik krijg maar 15 liter. Maar dadelijk met de carnaval ben ik. Zo dronken als een gieter, ja dan heb ik genoeg. De oliekraan is dicht gedaan, wat een gesloten meter. Ik krijg maar 15 liter, ik krijg maar 15 liter. Maar dadelijk met een